De leden Karel Breiveld en Mahinder Yogi van de Nationale Assemblée wensen opheldering over financiële malversaties bij de Surinaamse Postspaarbank. Tegenover het Nationaal Informatieinstituut heeft de directeur van deze bankinstelling, Gianmardo Cromosuto, het volgende gezegd. Nou, inderdaad heb ik het bericht ook gelezen. En ik zal moeten ontkennen dat er onregelmatigheden zijn, omdat wij gehouden zijn en gebonden zijn aan de regels waar wij ons aan moeten houden. Wij moeten elke dag rapporteren naar de centrale bank. Daarnaast worden er inspecties gehouden. Tegelijkertijd komen er ook nog onderzoekingen, controle van de klad. En recentelijk heb ik ook nog een particuliere accountant aangetrokken. Dat is het zo frappant om te lezen, vermoedelijk onregelmatigheden zijn, is omdat men waarschijnlijk ervan uitgaat dat het onregelmatigheden zijn. Echter, wanneer u zaken bij de bank doet, doet niet één persoon het alleen, het is een heel systeem. En het systeem zijn we steeds bezig te verbeteren, ook omdat we onze bijdrage leveren om gezonde, goede informatie te hebben en ervoor te zorgen dat die informatie zuiver is. Dat er informatie naar buiten is, is zeer ernstig voor de bank en natuurlijk ook voor die gemeenschap. Want die gemeenschap stelt vertrouwen in de bank. Dus ik kan met stelligheid ontkennen dat er onregelmatigheden zijn bij de Surinaamse Postbank. Nogal belangrijk om ook te weten hoe het komt dat die informatie naar buiten is gekomen. Want we weten bij de bank zijn er bepaalde regels. En als we nu merken dat er informatie naar buiten komt die eigenlijk binnen zou moeten blijven, wat zeg u daarop? Kijk, bij mijn aantreden heb ik inderdaad een bank overgenomen waar er nog een heleboel werkzaamheden verricht moeten worden. Bij mijn aantreden heb ik er ook voor gezorgd dat instituten die controlemechanismes moeten waarborgen, dat die worden gezet. Dus zo heb ik ingezet de compliance afdeling. De afdeling die moet zorgen voor interne controle, de internal audit department. En nu ook de risk department. Want wanneer er onregelmatigheden zijn, dan moet je die kunnen rapporteren. Maar je bent ook gebonden aan het bankgeheim. Wat we gedaan hebben, is de mensen die gezien hebben dat er vermoedelijk onregelmatigheden zich voordoen, dat die mensen eigenlijk ook beschermd zouden moeten worden. En die bescherming hebben we gegeven door een policy te maken dat heet klokkenluidersregeling. Want wanneer iemand denkt het is misschien niet goed, maar ik ben bang om het te zeggen, die klokkenluidersregeling die moet jou kunnen beschermen tegen rancune, tegen strafklachten, want dan is het conform een bepaalde policy. De bank heeft heel lang een aantal gewoontes gehad. En ik heb het gevoel dat medewerkers denken dat de informatie die bij de bank is, ook van hun is. En dat ze daarmee kunnen doen wat ze willen. We hebben regelmatig deze informatie ook gedeeld binnen de bank. Dus dat er informatie naar buiten is, betekent dat er moedwillig confidentiële informatie waarbij mensen die het bankgeheim moeten waarborgen, hebben geschonden. Erger nog, het is bedrijfsinformatie. En wanneer bedrijfsinformatie onrechtmatig naar buiten gaat, is dat diefstal. Dus er is sprake van diefstal van bedrijfsinformatie en het schenden van de geheimhoudingsplicht. Wij zijn daarom doende om ook klacht in te dienen, aangifte te doen om deze zaak in orde te maken. Echter, de bank heeft enorme schade, enorme reputatieschade. Want er zijn afspraken en er zijn regels. Als er onregelmatigheden zijn, kan je het melden intern, maar je gaat die bank niet zo naar buiten exposen. Waarvoor ik bang ben, zijn de rechtszaken tegen de bank, want cliënteninformatie is naar buiten. En die cliënten kunnen de bank natuurlijk ook aansprakelijk stellen. En ik verwacht daar ook een aantal claims.
Hoe weten de bank is gekoppeld aan de overheid? Het is een van de belangrijke organen als het gaat om het financieel beleid van de overheid. Er zijn ook vragen gesteld in de Nationale Assemblee die betrekking hebben op de relatie overheid en de bank. Hoe kijkt u naar, of wat zijn de antwoorden op die vragen kort? Inderdaad is de bank opgezet door de overheid. Maar de bank is onafhankelijk en draait onafhankelijk. Daarom is zij ook onder toezicht van de centrale bank en mag de staat niet bemoeien in de organisatie van de bank. Daarvoor is die bank ook zodanig ingericht dat zij die algemene zaken die de algemene banken doen ook mag doen. Daartegenover onder toezicht van de centrale bank. Wanneer de staat dus zeg maar haar bemoeienis wil hebben in de operatie van de bank, zal zij dat ook kunnen doen, maar dan via de Raad van Toezicht die is aangesteld door de regering. Maar het zomaar opnemen van middelen, dat kan niet. Omdat je net zoals bij alle andere banken gebonden bent aan regels. Tegelijkertijd, er wordt elke dag gerapporteerd naar de centrale bank. Welke stappen gaat de directie nemen in deze? De naam van de bank is in een slechte daglicht geplaatst, of kwaad daglicht geplaatst. Wat gaat de leiding nu doen? Kijk, de leiding is natuurlijk bij zichzelf te raden gegaan. Wij hebben waarschijnlijk onvoldoende ervoor gezorgd dat die controlemechanisme optimaal is gaan werken voor wat betreft de geheimhoudingsplicht en het werken met bedrijfsinformatie. Dus ik kijk ook naar mezelf. Daartegenover kijk ik ook naar instituten en instanties die bedrijfsinformatie van de bank naar buiten hebben gebracht zonder die te verifiëren. En als er daar een strafzaak gemaakt moet worden, de bank is open voor die controle. Het erge ervan is, het is het personeel dat nu de dupe ervan gaat worden, want ook hun gegevens kunnen op straat liggen. En niks is zo onprettig wanneer jouw privézaken naar buiten komen. Wij zijn nu doende om die reparatie weer in orde te maken, aan te geven dat wat naar buiten is gebracht geen hele informatie is. En natuurlijk gaat men zeggen waar er rook is, is er vuur. De controle die wordt uitgeoefend is erg zwaar. En daarom hebben wij als leiding van de bank ook die instituten en die policies gezet. In het geval van de berichtgeving naar buiten, er is geen gebruik gemaakt van de klokkenluidersregeling. In het geval van hoor en wederhoor weet ik niet eens als er contact is gemaakt met de bank. En dat betekent dat er moedwillig een aantal zaken naar buiten zijn gekomen. Als er een verkiezing is geweest, een bestuursverkiezing van de bond op 29 april. En het nieuwe bestuur heeft zich aangesloten bij C47. En op 30 april, de volgende dag, komt er een bericht over vermoedelijk onregelmatigheden. Als ex-minister van Arbeid kijk ik nu naar partnership en ik zie geen gelijkwaardige partner in deze. Die start is helemaal niet goed en wij zijn doende nu te kijken hoe wij de strafklacht zullen formuleren, omdat er op dit moment vreselijke reputatie en imagoschade is. Wat gaat de bank doen? Alle mogelijke middelen, alle overtredingen en misdrijven die we hebben geconstateerd, listen zonder aanzien des persoon. We gaan moeten optreden omdat die goede mensen binnen de bank die oprecht werken en ervoor zorgen dat hun brood op tafel komt voor hun.
brood op tafel komt voor hun gezin. Dat die niet de dupe van worden van mensen die wat eng belang hebben en er niet voor schroben om mensen broedeloos te maken. Wanneer de vakbond een issue heeft met de regering en ik keek naar de berichtgeving, zaken die niks te maken hebben met de bank, maar die te maken hebben met de vakbeweging, de vakbond of bepaalde vakbonden en de regering, dat moet ergens anders afgewikkeld worden. Maar niet bij de bank die erbij wordt betrokken. En als dat zo is, ga ik me verder moeten houden en de mensen, de gezinnen waarvoor ik verantwoordelijk ben, daarvoor ga ik op de bres springen, ja. En ervoor zorgen dat hun brood niet in gevaar komt. Daartussen hoorde ik u iets zeggen over een aanval naar de regering toe. Kunt u dat onderbouwen? Als op 30 april er een bericht komt in een medium over de bank en direct daarna in een ander medium ook over de bank of waar de bank zijdelings betrokken is en vragen worden gesteld aan de regering, dan lijkt het me sterk dat dit een gecoördineerde actie is. Nou, ter afsluiting, ik hoorde u ook, ik las een document vanochtend waarbij er een strategie is geïmplementeerd om na te gaan waar de lekkage is. En ik heb begrepen dat ook daarvan een verslag uit is gekomen waarbij duidelijk kan worden vastgesteld dat het die medewerkers zijn die ervoor gezorgd hebben dat confidentiële informatie naar buiten zou gaan. Kunt u daarover ook iets zeggen? We hebben reeds geruime tijd berichten gehad dat klanteninformatie, waarbij wij medewerkers ermee hebben vertrouwd, dat die informatie naar buiten is gegaan. En dat betekent dat de bank dan onbetrouwbaar kan overkomen. Om nu erachteraan te komen hoe deze informatie of hoe informatie naar buiten is gegaan, hebben wij op 26 maart binnen de leiding van de bank een actie ondernomen om zichtbaar te maken waar de mogelijke informatie lek zich bevindt en hoe die informatie naar buiten is gegaan. Wij hebben dat toen genoemd, en ik heb de documenten hier. We hebben dat toen genoemd, de operatie Ik ga je pakken. Ik ga je pakken heeft een plan van aanpak, welke is afgetekend door mij, door een directielid en door één medewerker. Onder de codenaam IGJP, ik ga je pakken. Daarbij hebben we verklaard dat de middelen die we zullen gebruiken eigendom blijft van de bank. We kunnen dit document niet direct produceren wanneer het. Dit hebben we vooraf zorgvuldig in elkaar gezet. We hebben toen actie ondernomen waarbij wij de documenten die erg belangrijk zijn nu voor de zaak, waarbij we de documenten opzettelijk via één kanaal hebben laten afhandelen. Opzettelijk via één kanaal. Waarom? Omdat we natuurlijk de lijn moeten volgen van waar die informatie lek komt. En wat blijkt in het artikel van een van de media, wordt geschreven aangehouden posten min vin. Wordt geschreven, of is geschreven, te verrichten werkzaamheden. En dit bewijsmateriaal gaan wij dus ook deponeren, of hebben wij ook gedeponeerd, waarbij we een
niet alleen aan aangifte doen, maar ook een strafklacht indienen tegen de kwaadwillige medewerkers die moedwillig confidentiële informatie naar buiten hebben gebracht. Ik heb dit pas vandaag ook kenbaar gemaakt nadat het bericht is gekomen. Ik heb dit aan het personeel, ik heb dit kenbaar gemaakt direct nadat het bericht was gekomen aan de managers en direct terstond ook actie ondernomen en alle monetaire autoriteiten geïnformeerd. Dus waar men dacht de directeur die is bezig zichzelf te bevoordelen, dit was die booby trap die we moesten zetten onder die codenaam ik ga je pakken. Nou, ter afsluiting, onder welke noemer plaats u dit alles? Ik denk dat dit te maken heeft met politiek. We komen straks in de verkiezing, in de verkiezingstijd. En ik zie dus dat politieke tegenstanders niet ervoor schromen, om iedereen erbij te betrekken die enigszins iets te maken hebben met de regering, voorbijgaand aan de bestaanszekerheid van andere Surinamers. Ze gaan eraan voorbij. Het is een verkiezing. Laten we dat buiten die bank houden. Misschien ben ik ook politiek gekleurd, maar ik moet ervoor zorgen dat ik professioneel die bank draai. En de vorderingen die we tot nu toe hebben gemaakt, de vooruitgang die we tot nu toe hebben geboekt. En dan vraag je soms af, misschien wordt het niet gewaardeerd in Suriname. Misschien niet. Dat is niet erg. Maar internationaal wordt het wel gewaardeerd. En dat is toch wel heel grappig in Suriname. Je wordt pas gewaardeerd wanneer anderen je waarderen. Laat me de klanten van de postspaarbank, Surinaamse postspaarbank, geruststellen. Uw informatie is nog steeds veilig. Wat we nu merken is dat er specifieke informatie is genoemd, hoogstwaarschijnlijk, om mensen of instituten in discrediet te brengen. Wij garanderen nog steeds dat die informatie veilig is. We zullen er niet voor schromen om hardere maatregelen te treffen. Op dit moment wordt van iedereen de telefoons afgenomen, de laptops afgenomen, om na te gaan waar er onrechtmatig informatie is en misschien was dat onbewust die informatie en die trainingen worden nu ingezet. Het is weer even een schade natuurlijk, want het vertrouwen is even weg, maar ik garandeer dus de cliënten van de Surinaamse Postspaarbank dat we er alles aan doen dat de informatie die bij ons vertrouwelijk is neergelegd, dat we die informatie zullen bewaken en moeten bewaken. En tussendoor hoorde ik dat het ging over de waardering. Ik had begrepen of niet begrepen, ik weet zo zeker dat u recentelijk ook in het nieuws bent verschenen met een waardering vanuit LMI, om specifiek te zijn. Hoezo brengt u dat gedeelte in samenspraak met deze situatie? Inderdaad heb ik dus die World Leader Award van LMI in ontvangst mogen nemen voor Suriname, waarbij wij Suriname weer op de wereldkaart hebben gebracht. Het was 21 jaar geleden dat Suriname de World Client Award had gewonnen. Ik dacht dat het toen was onder minister Sonny Kertoyjoyo. En na 21 jaar heeft Suriname weer wederom een World Client of the Year Award gewonnen. Ik heb het genoeg gehad om dat te hebben. Tegelijkertijd, terwijl we die successen hebben, moet ik ervoor zorgen dat die bank veilig is. En als leider moest ik deze stap ondernemen om operatie Ik ga je pakken uit te voeren. Yes. Nou, nog ter afsluiting hoor, echt de laatste denk ik bij deze. Ik zie vandaag in de krant, het meest recente dat naar buiten is gekomen, is dat ook de centrale bank praat over een controle dat wordt uitgevoerd bij de bank waar u de leiding van bent. En toch snap ik niet waarom zou dan informatie misleidend worden gebracht, terwijl de moederbank aangeeft dat er wel een audit
Nou, laat me een wedervraag stellen. Wanneer de centrale bank als toezichthouder zegt dat er niets aan de hand is en individuele elementen hebben geen vertrouwen daarin, dan vertrouwen we niemand. Als instituten niet vertrouwd worden, dan is men bezig met andere zaken die te maken hebben met arbeidersbelangen. En in dit geval wil ik benadrukken, de centrale bank heeft een verklaring gegeven. De vakbond die zegt dat ze geen genoegen neemt met de verklaring. Er is geen arbeidsconflict. Dus er zal iets anders aan de hand zijn. Daarmee wil ik volstaan.